Welkom bij weer een nieuwe video van Crypto Focus. Leuk dat je bekijkt. Vandaag weer een nieuwe video. Deel 3 van de gridbot die we hebben draaien op Binance. Een gratis uh, gridbot op uh, de Futures Exchange Binance. Vandaag deel 3. Mocht je de vorige video's nog niet hebben gezien, je ziet ze hier staan. Zorg zeker dat je die eerst gaat kijken, want in die video's uh, behandelen we echt uh, het opzetten... Uh, uh, we bespreken de winst, maar ook tips en tricks. En dit is eigenlijk de vervolgvideo. Hoe staan we ervoor? Maar we gaan ook overal veel dieper in: nog meer tips en tricks, meer uitleg en hoe ik dingen aanpak. En eigenlijk, ja, het gaat een langere video worden, maar met een hele hoop uh, nuttige informatie kan ik je alvast vertellen. Dus je wil hem in ieder geval zeker zien tot het einde. Voordat we daar verder aan gaan beginnen. Mocht je nog niet bekend zijn bij mijn YouTube-kanaal, ja, zorg even dat je op subscribe drukt, zodat je geen één video meer mist. En wil je mij op de meest simpele manier uh, steunen, druk dan in ieder geval even op die like-button. Kost je geen moeite volgens mij. En het is een kleine, simpele uh, manier van mij om mij te steunen. Dat gezegd hebbende. Laten we gelijk beginnen. Zoals ik al zei, deze video duurt langer dan normaal. Maar in deze video behandel, uh, behandel ik alle vragen en geef ik uitgebreid uitleg over de Binance Futures en over de GridBot. Dus ik ga ook even een klein beetje inzicht geven over ja, hoe werkt uh, de Binance Futures Exchange. Hoe zet je er nou funds op uh, en eigenlijk nog wat kleine tips en tricks. Dus dat en meer en daarna gaan we door naar de GridBot. Ja, eerst even gewoon, ik denk dat we, mensen het altijd weer fijn vinden om te zien, de behaalde resultaten tot nu toe dan kunnen we wel even naartoe gaan en dan zien we hier de active grids uh, wat we kunnen zien is dat we op dit moment met deze op 31, 34, 34 cent in de winst staan ja, deze heeft 104 dollar in de winst deze een verlies van 27 dollar deze een winst van 6 dollar, winst van 42 dollar en een winst van 32 dollar. Dan kunnen we nog even naar de history gaan. En dan zie je dat deze gelijk gecanceld is. Dat ging even iets niet helemaal goed. Maar hier zie je dat er twee uit de grid zijn gelopen. Dat gaan we ook behandelen zometeen. En hier zie je alle uh, bots die we tot nu toe ook gedraaid hebben met winst. Dus overal staan we dik in de plus. Oké, okay, dat uh, gehad we. gaan we weer terug. Wat er nog meer aan zit te komen is een trade challenge voor mezelf. Ik uh, ben met 1000 dollar ongeveer op dit account begonnen. Ik zit nu op 1600, 1700 dollar volgens mij. Het stond bijna op 19, maar door de drop in de bitcoin prijs van daarnet is het weer wat gezakt. Uh, maar op het moment dat ik op 2000 staat ga ik een challenge met mezelf aan om er 4000 van te maken aan de hand met alleen maar gridbots. Dus daar uh, gaan zeker wat meer video's nog over komen. Uh, waarom vanaf dan pas? Omdat ik nu nog in wat longs en in wat trades zit. Uh, gewoon handmatig. Ik zit in een ADE-long die er heel goed voor staat. En in een Bitcoin-long die er goed voor staat. Maar als ik rond de 2000 ben, zal ik, die gaan, uh, zal ik uit gaan stappen. En dan gaan we dus de challenge aan om van die 2000-4000 te maken. In een zo kort mogelijke periode natuurlijk aan de hand van alleen maar gridboss we gaan kijken of het gaat lukken en we gaan ik zal in ieder geval zo nu en dan dus een update video daarover geven ik denk dat het wel leuk is om te kijken of het realistisch is en of het haalbaar is dan nu laten we beginnen als eerst even met een snelle uh, introductie over die Binance Futures ja waar moet je nou naar kijken hoe werkt alles hoe krijg je de funds op zorg dat je de BNB op hebt staan nou al dat soort dingen dat gaan we nu behandelen Um, als allereerst dus Binance en Binance Futures. Het verschil en hoe maak je een account aan? Nou, op zich hoef je als eerste gewoon alleen een Binance account aan te maken. Op het moment dat je dat gedaan hebt, heb je dus een Binance account, een spot account noem je dat. En daar kan je dus gewoon kopen en verkopen van Bitcoin en altcoins. Op het moment dat je futures wil gaan traden, dan zul je dus een futures account moeten aanmaken. Nou, dan moeten we hier even weg. Gaan we nog even eentje terug. Op het moment dat je in zou loggen, kom je hierop uit. Dit is je gewone bijna-scherm. En dan moet je dus naar de. Rit Zo, ik ga het niet eens uitspreken. <laughs> nee, je gaat naar de USDM-futures. Daar klik je dan op. En op dat moment zou je op deze pagina komen, maar kan je eigenlijk nog niks. Nou, wat je, wil, uh, wat je moet gaan doen is je moet doen alsof je een trade gaat uitvoeren. Klik daar even op. En dan zal je eerst uh, wat vragen en antwoorden, ja, echt wat vragen moeten gaan beantwoorden. Om te kijken of je wel uh, in staat bent om futures te traden. Dat is een soort van extra safety vanuit Binance. Nou, het zijn vijf vragen, acht vragen, ik weet het niet meer precies. Maar je kan die test zo vaak maken als je zelf wilt. Dus als je zakt, kan je hem gewoon nog een keer maken. En je krijgt ook na de test de fouten en de goede antwoorden te zien. Dus uh, je bent er zo doorheen. Op het moment dat je dat gedaan hebt, wil je natuurlijk funds op je Futures-account zetten. Nou, hoe werkt dat dan? Als je dus hier eenmaal bent, dan zie je hier transfer. Je gaat daarheen en je ziet hier Spot Wallet. Nou, daar moet je dus zorgen dat je USDT hebt staan. Mocht je daar bijvoorbeeld alleen euro's op dat moment. Want je hebt bijvoorbeeld euro's naar je Spot Wallet gestuurd. Dan moet je daar eventjes naar de, euro, de, EU, sorry, de EUR versus USDT per gaan. Dan alles verkopen naar USDT en dan kan je dus USDT sturen naar je futures account. Er zitten voor de rest geen fees aan verbonden. Op dat moment kan je dat versturen naar je futures account. Je kan zelf bepalen hoeveel. Je kan hier ook een amount invullen. En dan stuur je dat door en op dat moment staat jouw uh, funds, jouw dollar, jouw USDT op Binance Futures. En kan je aan de slag. Maar voordat je dat nou doet, zorg eerst dat je ook wat BNB er naartoe stuurt. Hoe doe je dat dan? Je klikt natuurlijk weer op die transfer en dan ga je hierheen en je klikt op BNB. En je wilt dan ook wat BNB op je Futures account zetten. Waarom? Op je Binance krijg je met, als je wat BNB vasthoudt, de Binance coin, dan krijg je altijd wat korting op jouw trades. Nou, op het moment dat jij dus gaat spot traden en je of uh, futures gaat traden en je hebt wat BNB op je spot account uh, staat, dan werkt dan geldt die uh, BNB die Binance korting op je fees met de, de BNB coin die gelden dan niet. Dus ook hier geldt er weer voor. Je wilt die uh, BNB coin overzetten naar jouw USDM futures account of naar je futures account nou als je dat dus gedaan hebt dan heb je dus ook nog eens die extra korting op je fees waardoor je dus um, ja weet je dat sneller in de winst staat en dus minder kwijt bent aan vieze. wil je daar nog eens, nog eens meer van profiteren zorg dan dat je mijn referral link gebruikt want daarmee krijg je nog eens een extra 10% korting en ik kan je vertellen met een gridbot kijk we heb je een hele kleine marges overal maar tussen zitten dus hoe meer korting jij op je fees hebt hoe verdeliger het is voor jou, en hoe sneller jij winst hebt, en hoe meer winst je over het geheel pakt. Je moet dus voorstellen hoeveel fees het wel niet scheelt, hoe meer korting jij krijgt op elke trade. En dat zijn er nogal een hoop. Dus je kan op die manier een hele hoop besparen. Dus dat is zeker allemaal aan te raden om te doen. Oké, als je dat dus gedaan hebt, dan heb je dus BNB en USDT op je account staan en ben je eigenlijk ready to go om te gaan traden. Nou, voordat we er weer verder in gaan duiken hoe, we dat, uh, hoe de gridbots alles werken, we gaan het niet helemaal opzetten. Dat hebben we in de vorige video's gedaan, dus ga die zeker even kijken nogmaals als je dat niet gedaan hebt. Maar laten we eerst gewoon even kijken van, hé, hey, wat is dit allemaal? Wat zien we hier? En hoe werkt Binance uh, Futures? Als allereerst hier links zie je Bitcoin USDT staan. Nou, je kan erover hoeven. En hier kan je je altcoin paars die allemaal in de futures accounts te treden zijn. En hier kan je dus ook gridbos op afstellen als je dat zou willen, maar je kan ook handmatig gaan treden. In ieder geval, hier vind je al die uh, altcoins die je kan treden. Dan heb je nog isolated en cross. Laten we even weer naar de prestatie gaan, want misschien slaan we wat dingen over. Dit hebben we uitgelegd, funds overmaken hebben we uitgelegd, zorgen dat je BNB op je futures account zet, hebben we uitgelegd. En dan het verschil tussen cross trading en isolated trading. Isolated, ja, de risico's is uh, dat je je inleg kwijtraakt van die trade op dat moment. Dus stel dat je met 100 euro of 100 dollar instapt in een trade, dan is het uh, risico wat je op dat moment loopt... Dat je de 100 de volledige 100 dollar van die trade kwijt kan raken, dat is jouw risico op dat moment. Mocht je nou met cross gaan traden, wat ik nooit doe, wat ik afraad, maar dat kan je doen, dan kan je in een trade stappen en kan je cross aanzetten. En op dat moment stap je wel misschien maar met 100 dollar in, maar als de trade uh, tegen jouw positie ingaat, dus je begint verlies te leiden erop. Dan wordt die uh, trade gefund en blijf je in leven doordat er uh, margin wordt afgetrokken van jouw wallet. Dus van jouw gehele wallet. Dus misschien stap je wel met 100 dollar maar in. Maar heb jij wel misschien 1000 dollar op je account staan. Nou, als de prijs echt extreem ver zakt dan kan het zomaar zijn dat jij je gehele positie kwijtraakt uh, op Binance Futures. Dus nogmaals ik zou dit nooit doen maar het is een optie. Hoe hoger je leverage, hoe sneller je geliquideerd wordt. Ja, nou, dat mogen misschien duidelijk zijn, oh, maar ik wil het toch even aan, aanhalen. Dus hier kan je kiezen tussen cross en isolated. En hier kan je je leverage afstellen. En je ziet het al, je kan het heel gek maken met een hefboom effect van 125 keer. Hoe hoger jij je leverage zet, hoe sneller je geliquideerd wordt. Dus op het moment dat er een hele kleine prijsschommeling is... Dan zal je al veel sneller geliquideerd worden. Als jij een hele lage leverage gebruikt. Van ik zeg maar wat bijvoorbeeld 2 of 3 leverage. Dan heb jij veel meer uh, bewegingsruimte van de prijs. voordat je geliquideerd wordt op dat moment met, met jouw inleg. Dus nogmaals, ik kan je aanraden. Om je leverage in ieder geval minimaal altijd onder de 10 te houden. En als je nog niet weet wat je aan het doen bent. Of je bent echt nog net aan het uitproberen. Dat soort dingen. Zorg in ieder geval dat je het gewoon onder de 5 houdt zelfs. Dit zorgt er in ieder geval voor. Dat je heel veel ja, eigenlijk een soort van ademruimte hebt in je trades. Dus dat je niet snel geliquideerd wordt. Doe ik het weer. Even kijken wat hebben we nog meer staan. Het verschil tussen een limit order en een market order. Ja, die, kunnen we, die kunnen we ook even snel aanhalen. Uh, kijk, een market order. Uh, kijk, je ziet het hier staan: een limit order en een market order. Nou, een limit order en een market order, het verschil. Een market order, op het moment dat jij dat wil, kan je erop klikken. Je kan bijvoorbeeld een positie size invullen. zeggen dat jij uh, met 10% van je balance zou willen instappen. En dan kan je bij long klikken en je eigenlijk passeer in het orderboek en stap je dus meteen in. Nou, het voordeel is dus dat je meteen in de trade zit. Het nadeel is, hier komen meer fees bij kijken. Dus je bent meer geld kwijt aan vies. Hoe werkt een limit order dus? Een limit order moet je een prijs invullen. Je ziet de huidige prijs hier staan. Die is 52.960 euro dollar. Ja, je kan dus zeggen van hey, ik ga hier dus uh, twee tientjes onder zetten. Dat vul je in. En dan vul je die 10% in. Of met hoeveel je ook zou willen instappen. En dan wordt er dus. Net onder de huidige prijs een koopopdracht klaargezet en op het moment dat de prijs hem aanraakt dan stap je in en dit kost jou minder fees. Vaak is dit natuurlijk gewoon aan te raden, dit is de manier hoe ik in ieder geval ook trade als ik handmatig trade en ik, eigenlijk maak ik nooit voor de rest gebruik van market orders. Dat is dus het verschil tussen limit en market orders, hou dus rekening mee een fee verschil. Nou, dat is dat verschil, even kijken. Uh, dit geldt natuurlijk ook op het moment dat je uit de trade wilt stappen, dat is correct ja. Dus als we hier weer even heen gaan, hier zie je een paar trades waar we in zitten. Je ziet hier bijvoorbeeld Aden, daar hebben we nu 223 uh, dollar winst. Op het moment dat ik nu zou willen uitstappen, meteen kan ik op market klikken en dan stap ik meteen uit voor, ja, die, voor de prijs die er op dat moment gewoon mogelijk is, waar de prijs zich bevindt. Ik passeer het orderboek, maar hier betaal ik dus een hogere fee voor. Wat ik dus ook kan doen is limit order aanklikken, kijken wat de huidige prijzen van ADA, iets eronder of iets erboven gaan zitten en dan uiteindelijk op die manier verkopen. Nou, en dan uiteindelijk betaal je, dus, dan betaal je dus weer wat minder fee. Nou, dat is het dus eigenlijk even snel globaal over Binance, hoe het allemaal werkt en waar je wat vindt. Ik zou zeggen als je er nieuw mee bent, nogmaals hou je leverage laag. Begin klein. Um, en zorg dat je eerst ja, echt op ontdekkingsstof gaat om te kijken hoe het werkt. En wat ik je sowieso wil aanraden, is dat je eerst gewoon gaat treden om een beetje feeling te krijgen hoe alles werkt. Als je dat nog nooit hebt gedaan, dan moet je nog niet eens aan futures beginnen. Oké, okay, dit alles gezegd hebbende. Laten we doorgaan naar de volgende slide. En dan komen we dus bij het puntje Gridbots, waar waarschijnlijk de meeste van jullie nu hiervoor zijn. Oké. Okay. Hoe werken de grids op het moment dat de prijs stijgt of daalt? Komen er meer grids bij? Eigenlijk zijn dit allemaal punten, vragen die in de Discord voorbij kwamen. Dus ik dacht, ik maak er in ieder geval even een goede video over om veel meer duidelijkheid te scheppen. En ik weet zeker dat er nog veel meer van jullie zijn dus die met deze vragen zitten. En laten we dus alles stap voor stap afgaan. En ik ga het in ieder geval zo goed mogelijk uh, behandelen. Dus nogmaals, hoe werken de grids op het moment dat de prijs stijgt of daalt? Komen er dan meer grids bij? Nou, laten we weer even hierin gaan. We kunnen het ook via Binance doen, maar ik doe het even via hier. Oké, okay, we hebben de gridbot dus afgesteld. Dit is de onderste uh, grid en dit is de bovenste grid. Nou, en de prijs treedt hier tussen op dit moment. En dat kunnen we hier aan zien aan alle koop- en verkooppeltjes die we hier zien staan. Op het moment dat de koop- en verkoopopdrachten plaatsvinden. Dan zal er uh, aan de bovenste en onderste niks veranderen. Deze blijven gewoon staan. Je prijsrange die jij hebt opgegeven, die verandert niet. Dit is de prijsrange. Hier moet, je, uh, moet de prijs tussen blijven voor jou, wil je dat de bot blijft werken. Wat gebeurt er wel? Op het moment dat je dus nu uh, de prijs wat omhoog gaat. En uh, er wordt hier een short geopend. Dan komt er hier weer een nieuwe long positie. En dat blijft wel heel de tijd hetzelfde. Dus de range tussen deze rode en deze groene blijft altijd hetzelfde. Dus op het moment dat we nu bijvoorbeeld een harde spijker omhoog krijgen en er worden een hoop rode shorts gevuld, dan zal je hier allemaal weer groene nieuwe uh, longs tevoorschijn zien komen. En dat dat soort, dat blijft dus wel constant met die gridbot aan de hand. Nou, dat is dus hopelijk uh, duidelijk nu en ja, eigenlijk het antwoord op de vraag. De volgende. Grote prijsbeweging betekent meer winst, maar ook meer risico. Minder prijsbeweging betekent minder winst, maar ook minder risico. Nou, wat bedoel ik daar dus mee? Uh, laten we bijvoorbeeld dit stukje pakken. Je ziet hier dat er een heel veel paniek was. De prijs klapte naar beneden, en je ziet het. Er was gelijk weer een, een goed herstel, en de prijs uh, ja, schoot weer omhoog. Nou, dit is natuurlijk super fijn om te treden qua profit. Want... Ja, je hebt dus een, een dikke daling. En gelijk alles weer stijgt weer. Dus dan wordt ook alles weer verkocht. En je zit dus weer lekker in de winst. Nou, er is dus een hoop prijsschommeling. Dat zorgt dus voor uh, snellere winst. Dus dat je gridbot al snel in de profit komt. Het nadeel is dus. Als de prijs zou doorstijgen en dat er dus echt vaak veel grote prijsmovements zijn, dat je dus als je je grids niet wijd genoeg zet, dat je dus uit je grids loopt. Nou, wat kan er gebeuren op het moment dat je echt helemaal door, de door je grids heen schiet en de prijs blijft zakken? Op dat moment kan het dus zo zijn dat je geliquideerd wordt. Nou, wat is dan dus een van de dingen die je kan doen, wat je eigenlijk moet doen. En dat is dus eigenlijk zorgen dat de prijs altijd ongeveer in het midden blijft. Ik vind deze nog acceptabel. Maar bijvoorbeeld stel dat de prijs nu was gezakt en hij gaat nu hier ongeveer treden. En hij blijft een beetje zijwits gaan. Dan, kijk, dan ga ik dus deze bot cancelen. En dan ga ik mijn grids opnieuw afstellen. En dat betekent dus dat ik misschien de bovenste rode wel een stuk naar beneden breng. Maar de onderste groene wil ik dus een stuk lager hebben. Zodat ik meer ruimte heb om weer die dalingen op te pakken. Nou, wanneer doe je dat en hoe doe je dat? Laten we weer even hierin gaan. En dan gaan we naar Binance. En dan gaan we even naar de Binance Future. Welke markt was dit? Kunnen we die als voorbeeld pakken? Dit is SXP. En dan pakken we die er even bij. Nou, wat je dus op dit moment ziet is dat we een hartstikke mooie profit hebben van 102 dollar. Dus nu de bot sluiten is geen probleem. Je pakt dan dus uh, ongeveer 100 dollar winst. Want deze staat op 2 dollar verlies op dit moment. Dus je moet ervan uitgaan dat je dan ongeveer 100 dollar pakt. Dat zou je kunnen doen. De bot nu cancelen en, en je hebt dus gewoon een mooie profit van rond de 100 dollar te pakken. Nou, op het moment dat de prijs dus kaart gezakt is. En hij uh, gaat hier nu wat sideways treden. Wat je dan kan doen is de bot monitoren. Dus je blijft er meer bij. En dan zorg je in ieder geval dat de bot, want misschien sta je dan wat meer in het verlies. En wat je dan wilt is dat de bot gewoon lekker gaat treden. En op het moment dat jij merkt van hé, hey, um, even weer hierheen. En jij merkt op dat moment van, oké, okay, deze, uh, hoe heet dat, de bot heeft weer redelijk wat teruggetreden. Uh, ik ben tevreden met de profit. En hier sta ik niet in een groot minnummer, dus misschien maar een dollartje. Bijvoorbeeld, maar stel dat dit een minnetje zou zijn. Dus je staat niet, uh, stel dat je hier dus bijvoorbeeld min 15 zou staan, dan laat je de bot nog even draaien. Totdat die, uh, ja, die, die grote rode van bijvoorbeeld min 15 dollar heeft verkocht. En op het moment dat dat gebeurd is, dan zal, de, zal dus deze prijs er ook beter uitzien. En zal je hier nog maar in een kleine trade zitten van bijvoorbeeld 1 dollar winst of verlies. En op dat moment wil je dus je bot terminaten en sluiten. En op dat moment wil je je grids opnieuw gaan afstellen. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is. Dit is de beste manier hoe ik het duidelijk kan maken en kan uitleggen. Maar dat is in ieder geval wat je wil doen. Je wil dus... Je bot dan gaan monitoren en je grids opnieuw gaan afstellen. Omdat je dus meer groene aan de onderkant wil hebben. En de prijs is dus wat meer in het midden. Zodat je veilig, een veilige trade range hebt om tussen te blijven. Nou, laten we eens naar de volgende gaan. Om wat meer duidelijkheid te scheppen nog. Even kijken. Nou, deze zit mooi in het midden. Niks aan de hand. Dan gaan we even naar de volgende. Even kijken. Deze, kijk hier zie je op dit moment was ik bijna uit mijn grids gelopen. Maar je ziet dat de prijs is weer helemaal gebounced en ik zit alweer eigenlijk redelijk in het midden. Ik zou nog een stukje omhoog moeten voordat ik echt in het midden zit. Maar deze zit alweer aardig safe. Dus je kan nu gewoon zeggen, oké okay, deze kan je weer laten draaien. Op het moment dat die prijs dus zo was gezakt en hij zou hier blijven schommelen. Ja, dan wil je dus eens gaan kijken om de bot te gaan terminaten of te gaan cancelen. En je grids opnieuw te gaan afstellen. Maar voor nu ook deze laat ik lopen, want we zitten weer redelijk in het midden. Laten we gewoon weer even de volgende pakken. Kijken hoe die ervoor staat. Praten we over band. Kijk, dit is een mooi voorbeeld. Wat je hier ziet is dus dat we een hele hoop rode sell orders klaar hebben staan. Short orders. En er zijn er eigenlijk niet zoveel uh, groene, uh, hoe heet dat? Groene longs. Nou, dit is band. Laten we even naar Binance gaan. Laten we de prijs pakken. En wat zien we? Op dit moment staan we 30 dollar in de profit. 24% in de profit. En we hebben maar 1 dollar verlies. Dus dit vind ik een mooi moment om te laten zien: dit is Band UCT. Ik klik op Terminate. Confirm. En op dit moment is de gridbot gesloten. Wat je dan doet, even hier refreshen. Je zal zien dat al deze grids gaan verdwijnen. Misschien hier niet, omdat hij nu een klein beetje traag is. Dat was sowieso net al wat latency op Binance. Laten we even hierheen gaan. Zoeken we hem even hier op. Bend USDT. Kijk, en je ziet het. Hier zijn alle grids verdwenen. Ja, dit is dus iets wat je niet moet vergeten. want je zit nog wel in een trade. Dan zoeken we hem even op. Hier zie je hem staan. En op dit moment druk ik wel even een market. Want ik, pak, ik neem gewoon dit kleine verlies. Prima. Want de bot heeft overal gewoon goed uh, een goede performance gehad. Een market sell. En de, uh, hoe heet dat? Deze trade is gesloten. Bent is gesloten. Oftewel, we zitten niet meer in deze, deze trade. En we hebben de grids gesloten. Hij is eigenlijk helemaal afgesloten. Als we dan hier weer heen gaan. En we gaan naar history. Dan zie je dus dat we de bot uiteindelijk hebben afgesloten. Met een 32 dollar winst. Prima. Nou, dit gaan we niet doen. Maar wat kan je dus doen? Kijk, hier is je ondertussen ook weg. Wat je nu zou kunnen doen, is: dit is de huidige prijs, en je kan weer voor jezelf gaan kijken: wil ik deze verder treden? Prima, nou dan kan je bijvoorbeeld zeggen: ik wil hier mijn bovenste grids hebben op een prijs van 20, en je kan dan nu gaan kijken: van nou, ik wil bijvoorbeeld nu tot deze supportlijn, die grijze die je hier ziet. Nou, ik wil nu de prijs tot hier hebben, dat is een drop van 41%. Nou, dan weet je zeker dat je voorlopig weer even vooruit kan, en je kan je grids dus tussen de 20, herstel tussen de 20 en de 8,5 dollar opvullen en je hebt weer een mooie grid bot staan en de prijs gaat weer treden, de, de bot gaat weer treden. Dit is hoe ik het doe, dit is hoe ik mijn trade manage en hoe ik dus alles in de gaten hou. Deze bot ga ik zo meteen weer opzetten en dat ga ik nu niet in deze video doen, anders wordt het helemaal een lange video. Maar dit is in ieder geval dus hoe je je trades kan managen en hoe je dus zorgt dat alles in de profit blijft, zo goed als. Even kijken, laten we doorgaan naar de volgende punten. Uh, waarschijnlijk heb ik ondertussen al een hele hoop meer behandeld, maar laten we in ieder geval even doorgaan. Grote prijsbeweging betekent, ja dat hebben we dus behandeld. Verschillende manieren van treden met grids. Veel grids met grote spreiding en grids met kleine spreiding. Ja, dat is wel een punt die ik nog even wil aanhalen. Maar laten we eerst even doorlezen, waar moet je dan op letten. Een kleine spreiding van grids aan de hand van bijvoorbeeld de Bands, uh, dan moet je er mee, meer bovenop zitten. En een grote spreiding aan de hand van support- en resistance-lijnen zorgt dan dat je de grids niet te ver uit elkaar gaat staan. Hoe groter de spreiding, hoe meer je inleg verdeeld is over de grids en hoe minder je winst je dus maakt. Oké, okay. wat bedoel ik daar allemaal mee? Nou, laten we deze weer even als voorbeeld pakken. En er zijn een aantal dingen die je kan doen. Hier bevindt de prijs. Nou, een, je kan dus wat ik net zei, een grote uh, gridweide opzetten en zeggen: van, Nou, ik wil. Uh, Bijvoorbeeld tot aan deze supportlijn. Hier zo wil ik uh, grid op gaan zetten aan de onderkant. Dat is dus een drop van 41%. tot en met uh, hier de bovenste van 20. Dat is ook ongeveer 40%. Dus je hebt een gridwijde van 80% staan ongeveer. Daartussen wil je treden. dat kan. Dat is helemaal prima. Ten eerste, dat wil je dan niet doen. Een al te hoge leverage gaan gebruiken. Waarom niet? Het kan zomaar zo zijn, als je een te hoge grid uh, leverage gebruikt, dat je dan dus terwijl je nog binnen in je grid zit en misschien wel uit gaat lopen, dat je niet genoeg funds hebt uh, om die leverage te coveren. Ik weet niet zeker of dit het geval is, maar het zou zo kunnen zijn, dat je dus als je bijvoorbeeld een 20x leverage gebruikt en zo'n wijde spreiding, dat je funds niet toereikend uh, zijn daarvoor. Ik weet nogmaals, ik weet het niet zeker, daar ben ik nog niet achter, maar dit is wel iets waar je rekening mee moet houden. Ja, op het moment dat je dus wat kleinere ranges wilt treden, misschien wel maar van 10%, dan kan je dus bijvoorbeeld ervoor kiezen om de Bollinger Bands bijvoorbeeld aan te zetten. Nou, dan doe je dus deze aan, dan zet je bijvoorbeeld deze op 1 uh, dag en dan moet even laden. Nou, en dan zie je dat dit jouw Hier is: de onderste Bollinger Bands, hier de bovenste, en dan kan je dus zeggen van. Hey, dit is de helft van de prijs. Nu ga je tot 10 en tot 20. Dus je blijft tussen deze range zitten. En je stelt hier je bot op af. En zolang die in die bollinger bands treedt, kan je zeggen. Dit vind ik fijn. Je kan ook een kleinere timeframe nemen. En dus een kleinere bollinger bands. Dus dan maak je de grids nog kleiner. Wat zijn de voor-nadelen? De nadelen zijn, kunnen zomaar zijn dat je dus sneller uit je grids loopt. Op het moment dat er een grote prijsbeweging is. Maar de voordelen van zo'n kleinere grid is dat. Uh, je funds minder verspreid zijn over al die grids. Dus over een minder grote. Dus jouw inleg zit verspreid over minder grids. Waardoor dus elke grid uh, een grotere volume achter zit. Dus als je bijvoorbeeld 100 dollar over 20 grids moet verdelen. Of uh, 100 dollar over 40 grids. Dan maakt die uh, gridbot met 20 uh, grids. De bot met 20 grids die maakt op dat moment dus... Uh, meer profit per trade, omdat je, je je balans, je inleg over minder grids hebt verspreid. Ik hoop dat uh, ja, hoop dat, dat in ieder geval, makes, ja, dat, het, dat het wat uh, makes some sense, om het maar even zo te zeggen. Ik hoop in ieder geval dat dat eens duidelijk is. Even kijken, dat hebben we dan behandeld. Wat stond er nog meer? Hoe voorkom je dat de bot uit de grids loopt en wat gebeurt er met funds wanneer dat gebeurt? Uh, even kijken, Zo. hoe voorkom je dat de bot uit de grids loopt en wat gebeurt er? Nou, dat hebben we eigenlijk al behandeld. Zie je, sommige punten, uh, ik praat natuurlijk zoveel ondertussen, dat ik sommige punten ondertussen al behandeld heb. Dan kan je geliquideerd worden, maar de kans is wel een te klein als je een grote gridspreiding hebt. En ja, Dat heb ik dus ook al behandeld, op het moment dat je een grotere gridspreiding hebt, minder winst misschien. Uh, maar het is wel een stuk veiliger treden. Dat hebben we ook al uitgelegd aan de hand van de charts. En bij high leverage, niet een te grote spreiding gebruiken. Aangezien je dan geliquideerd kan worden terwijl je nog binnen de grid zit. Ook dit heb ik dus net al verteld. En nogmaals, dit zei ik al. Dit weet ik nog niet zeker, want dit is maar nog niet overkomen. Maar pas hier voorop. Ja, nogmaals, zo op een manier dat je dus echt een grote grid-wijd spreiding gebruikt. Dan kan het dus zo zijn als jij een high leverage gebruikt dat hij misschien never nooit die bovenste grid gaat halen. Omdat je dus misschien wel geliquideerd wordt uh, tijdens die prijsbeweging. Nogmaals, ik weet het niet zeker, maar dit is wel iets waar je voor moet oppassen. Nog even een kleine tip. Op het moment dat jij een grid wil opzetten, dan ben je dus bezig met uh, wat ik net in die vorige video's allemaal heb laten zien. Dus daar kan je alles over vinden. Maar op het moment dat jij je pair hebt uitgekozen je wil uh, daarin gaan treden. Wat je dus kan zien is, uh, laten we de onderste 50.000 even invullen en de bovenste 60.000. Dan vul je hier je grids in. Hier krijg ik wat vragen, namelijk nog over. Op het moment dat ik voor 100 grids ga, dan zie je dat je uh, per grid, dus de ruimte. Dus laten we even hier even deze pakken als voorbeeld. Ik hou altijd 0,75% aan, zo om de nabij. Uh, dan zou je net zien dat deze wel groter zijn. Ja, deze zijn wel groter. Maar meestal pak ik ze rond de 0,75. Even kijken, deze is wel kleiner, denk ik. Ja, hier zie je bijvoorbeeld 0,80. Dus in ieder geval, wat, uh, wat wil je dus opletten? Op het moment dat je je grids gaat afstellen, is je vult hier de aantal grids in en je ziet het: per grid is er nu 13% profit. Dat is veel te klein. De, hier wil je niet mee gaan treden, want dan ben je meer aan fees kwijt dan dat je aan profit pakt. Dus dan moet je het gaan afbouwen. Nou, 50, nee, 30. Nou, komt er in de buurt. 20. Kijk, op het moment dat je daar bent, kan je gaan spelen. Oh, hij moet eraan sowieso op Geometric. Kijk, zo speel je ermee. En dan zie je dus als ik bijvoorbeeld 23 grids invul, dan zit ik dus per grid op een 0,76% profit per grid. Dat is iets wat ik wil voor mijn gridbot ongeveer, hoe ik ze altijd af wil stellen. Dus in ieder geval, zo weet je dus, zorg als je dat gaat doen, dan kijk je goed naar hey, hoeveel profit zit er per hoeveel procent zit er tussen mijn grids in. Wil je wijdere grid zetten met uh, meer ruimte, dat is ook, heel, ook helemaal prima. Maar dit is dus in ieder geval iets waar je op moet letten. Ja, nogmaals, ik zet ze op dit getal altijd ongeveer. Dit is helemaal aan jezelf. Maar dit is wel iets waar je op moet letten. Zorg dat je het niet te klein maakt. Dus ga niet onder de 0,50 zitten. Vanwege slippage, wat je kan hebben. En omdat je dus vies betaalt. En dan, kan je dus eigenlijk, dan ben je misschien wel per trade alleen maar verlies op vies aan het draaien. Dus dit is iets wat je ja, in je achterhoofd moet houden. Dat was het eigenlijk denk ik wel voor nu. Even kijken. Ja, vragen? Stel ze rust onderaan de video. Ik probeer altijd te antwoorden. Join de Discord server waar je altijd terecht kan met al je vragen. Je kan ook al je vragen dus onderin de video stellen, maar je kan ook zeker onze Discord joinen. De link staat in de omschrijving van de video. En bedankt voor het kijken en vergeet dat duimpje omhoog niet door mij gewoon simpelweg te supporten. En nog één allerlaatste kleine ding, mocht je blijven... Uh, ja, al die tijd hier nog hangen. Heel veel mensen weten het niet, maar wat is nou de omschrijving van de video? Klik hier op meer weergeven en je ziet hier eigenlijk alles staan. Ja, hier zie je dus ook de link naar onze Discord staan en dan kan je dus joinen. Hey, dat was het in ieder geval voor nu. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie weer bij de volgende video. Hoi.